Een aantal jaren geleden ben ik op mannenweekend naar IJsland geweest. Ja, daar zie je dan vervolgens die gletsjers waar je eigenlijk een paal ziet staan tot hoe ver de gletsjer vroeger reikte. Ja, daar schrik je toch wel van wat we hier zo met z'n allen aan het doen zijn. En ja, dat heeft me toch wel getriggerd om iets te gaan doen met duurzaam ondernemen. En soms heb je natuurlijk wel van die mensen bij, oh ja, elektrisch rijden, dat vind ik helemaal niks, ik mis het geluid. Maar totdat je laat zien wat zo'n auto kan en een verhaal vertelt over het klimaatprobleem wat we hebben, dan zijn mensen toch al snel over. Mooi beenruimte. Ja. Mooi vormgegeven zo'n autootje. Is de eerste keer in een Tesla, of niet? Ja, voor mij wel, ja. Ik zie ze heel vaak rijden en dan heb ik toch zoiets van, nou weet je, ik ben meer van de benzine. Het moet wel geluid maken als ik in een auto zit, maar hij trekt ook wel lekker op en zo. Het trekt wel lekker door, hè? Ja, ik vind het wel een auto voor mezelf, hoor. Maar ik zie het ook als een kans. Het is een nieuwe economie. We moeten zeker nog meer doen met z'n allen. Maar ik zie hier zeker mogelijkheden. Mensen worden verrast, terwijl het heel duurzaam is. Nou, hoe mooi is dat we daar zo naartoe gaan.